Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we weer tot de Max bij een nieuwe aflevering van Hoe Maak Je? En in deze aflevering Looping Star Uitslag Haren. We beginnen met de bouw met het maken van het station. Natuurlijk gewoon een rechtstuk, gelijk op de grond, dus dat is heel makkelijk. Vervolgens maken we de lifthill. De lifthill gaat steeds 2 blokjes opzij en dan 1 blok omhoog tot een hoogte van 24 bloks. Na de lifthill volgt een half rond naar beneden. Net zoals bij de condor is dat vrij lastig om te maken in Minecraft, dus ik heb hier mijn best gedaan om er het zo mooi mogelijk van te maken. Na de drop hebben we het meest iconische onderdeel van de hele achtbaan, namelijk de looping. De looping is vrij hoog, ik heb ook best rond proberen te maken. Hij is wat ronder dan de huidige loopings die je tegenwoordig veel ziet, omdat hij al best wel oud is. Dus dat zie je ook hier terug in Minecraft, hoe ik hem bouw. Nadat we de looping hebben gemaakt, gaan we een grote bocht naar rechts maken. Zo'n, ik denk iets van 210 graden, zou wel kunnen. Waarmee die steeds omhoog gaat. Vervolgens gaan we in een schuine rechte lijn naar beneden en vervolgens weer omhoog. Als we ongeveer bij de looping zijn, dan gaan we weer omhoog. Als we weer omhoog gaan, maken we ook een hele bocht weer naar links, zodat hij precies evenredig met de lifthill wordt. Daarna gaan we dus, als hij weer omlaag is geweest, gaan we weer omhoog. En dan maken we weer een iets van 210 graden bocht naar links, waardoor hij dan vervolgens kruist met de bocht of het lange stuk naar beneden die we net hebben gemaakt. Daar gaat hij dan weer overheen. Dan maakt hij een soort klein airtime heuveltje. Is wel te klein, maar het is een soort airtime heuveltje. En als we eruit zijn, dan maken we een bocht helemaal naar rechts. Vervolgens dan het rechte stuk vlak naast de looping waar de remmen zich bevinden. Daarna maken we een klein bochtje 90 graden naar rechts. Een klein lang stukje en vervolgens weer een kleine 90 graden bocht naar rechts om aan te sluiten bij het station. Nadat we de baan af hebben, gaan we werken aan de supports. De supports zijn niet heel spannend, ook niet bij de Looping Star. Ze zijn voornamelijk op rechte palen naar beneden of anders, zeg maar, 2 palen die van 1 punt naar beneden splitsen. Uit voor stabiliteit is dat. En je moet er vooral mee zorgen dat ze dus niet heel dicht bij de baan komen, maar dat je er juist een beetje ruimte geeft, zodat ze niet, of dat je niet met je minecart soms in een bocht in een support kan glitchen. Maar dat wil soms wel eens gebeuren, dat is heel vervelend. Dus verder zorg je dat alles verder heel stevig is, dat het een beetje realistisch uitziet. Ook de support bij de looping zelf, dat is eigenlijk een looping opgesloten in een halve ronde boog. Maar ja, in Minecraft ga je met een looping ga je er natuurlijk overheen, dus dat kan je niet maken. Dus je kan de supports maken op de manier zoals ik hier heb gedaan, door ze twee palen zo naast elkaar te zetten. Als we dat hebben gedaan, dan gaan we werken aan een station. Een station is ook niet heel bijzonder, het is eigenlijk gewoon een soort, ja, het is net geen tent. Het is gewoon simpel met palen, maar ja, palen in de kleur van de looping star, die hebben we niet echt. Dus ik heb jungle fences gebruikt. Met daarna gewoon een half rond wit dak erbovenop. En dan de hekjes en een soort medewerkershokje. En dat is eigenlijk alweer station. Als je het station klaar hebt, dan maken we de brug die over de baan heen gaat. Want dat is ook best wel iconisch aan de Looping Star. Je hebt namelijk de wachtrij, of zeg maar het pad naar vanaf de uitgang buiten de attractie. Dan heb je een lang stuk en dan ga je nog eens met een brug over de baan heen. Heel vet effect, gaan we hier ook namaken. Dan voer ik nog wat stairs toe langs de remmen, want de oude frictieremmen van Schwarzkopf, dat is de manufacturer van de Looping Star,
die heeft geen vinnen in het midden van de baan, maar die heeft twee rijen met vinnen naast de baan. Dus ook de trein heeft twee vinnen aan de zijkant waar die dan doorheen gaat. Dus dat effect wilde ik ook nabootsen door stairs aan de zijkant neer te zetten. En dan is het een kwestie van overal de rails aanbrengen. Nou, en dan is het nog een beetje planting en dat is dan eigenlijk alweer de Looping Star. Het is best een eenvoudige baan om te maken, maar toch, ja, de Looping Star is er natuurlijk nu niet meer. Dus ik vond het wel heel leuk om hem toch even na te maken, om hem toch een beetje een, ja, het is een icoon. Het is gewoon een icoon, dus dat wilde ik graag ook een keer behandelen in de video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. Volgende week gaan we deze achtbaan volledig operationeel maken met de techniek. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.